Hoi Dina, leuk dat je er bent. Je hebt net je song van de maand gespeeld. Ja. Ik vond het echt heel erg mooi. Ik was benieuwd, wanneer heb je dat liedje geschreven? Ik denk 6 jaar geleden ongeveer. Maar je bent het de laatste tijd weer wat aan het spelen? Of? Ja, ik heb het voor mijn album, nieuwe album, wat 1 oktober is uitgekomen, heb ik het opnieuw opgenomen en weer in een beetje een andere stijl neergezet. Dus je hebt een oud liedje gepakt en een nieuw jasje gestoken. Ja. En hoe kwam je op het songwritersgilde, open mic, hoe hoorde je dat het er was? Ik werd getipt door iemand en toen heb ik Bertolf een mailtje gestuurd en die zei: kom even langs in de living room om te spelen. En voordat ik het wist, toen zei hij van: je bent Song of the Month. Meteen, de eerste keer. Ja, het is echt na 2 dagen of zo had hij een mailtje gestuurd, dus ik was hartstikke blij mee. Leuk, maar je hebt dus een album geschreven recentelijk. Klopt. En kan je daar iets over vertellen over hoe het is ontstaan en wie jij bent als songwriter? Ja, ik heb 4 jaar geleden ben ik naar West-Afrika afgereisd, naar Senegal en Mali. Om daar onderzoek te doen naar de muziekcultuur en de cultuur. Dus ik ben 2 weken in Senegal geweest en 2,5 maand heb ik in Bamako gezeten, echt de hoofdstad van Mali. En daar dat heb is ik, lang. Ja, dat is best lang. En daar heb ik samen met de muzikanten die daar waren, heb ik geleefd eigenlijk. En ben ik erin gedoken en heb ik inspiratie opgedaan. En daarbij ben ik naar huis gekomen. En vanuit daar ben ik aan een album gaan werken. En dat is nu af. Maar moet ik dan vooral denken aan inspiratie qua cultuur of het weg zijn van huis? Of ging je daar meer heen om bepaalde instrumenten te leren kennen? Of meer andere stijlinvloeden in je op te nemen? Ja, het instrumentarium vond ik heel erg interessant. Het was de manier waarop ze muziek maken. Het is heel autonoom. Ik ben wel muziek geschoold, maar ik kan eigenlijk niet echt noten lezen. Dat bleef nooit hangen in mijn hoofd. Dus ik doe alles op gevoel en op gehoor. En dat is met heel veel West-Afrikaanse muzikanten ook zo. Dus daarin kon ik mij identificeren. En het tweede wat ik heel mooi vond, is dat omdat er op gevoel muziek gemaakt wordt, dat je heel snel contact hebt, verbinding hebt als muzikanten onder elkaar. En het andere ding. Heb je ook met ze muziek gemaakt daar ter plekke? Ja, zeker. Gejamd. En er waren elke dag. Ze wisten dat ik muzikant was, ben. En dat kwamen elke dag muzikanten daar over de vloer om met mij te spelen en te zingen. Wat en gaaf. Ze gingen daar ook dingen aan mij laten horen. En ik heb heel veel dingetjes opgenomen dat ik wilde weten van: nou, wat is het nou wat hun hier spelen op dit moment? Echt ook een jonge generatie. En een traditie die nog heel erg leeft, die ik heel mooi vind, is de griot-cultuur. En griot is een verhalenverteller. En is eigenlijk iemand die het nieuws vertelt en die van alles weet over jouw familie. Dus die kan bijvoorbeeld jou bezingen en die kan jouw familie eren. Dus die weet wat jouw opa heeft gedaan en wat je oma heeft gedaan. En eigenlijk op die manier krijg je ook een stukje respect vanuit de community. Nou, hoe wisten ze dat dan van jou? Nou, dat ik dat interessant vond. Nou, wisten ze bijvoorbeeld wie jij was en kon deze persoon ook jou bezingen? Nee, dat hebben ze bij mij. Ja, ze deden wel gewoon liedjes die ze al kenden en dan plakten ze gewoon mijn naam erin, weet je. En, of gewoon van de situatie op dat moment, weet je. Dat zeiden van: oh, we zijn zo blij dat je er bent. En we zijn blij met jou, want kun je mooi zingen, weet je. Dat deden ze dan wel. Ja. En dat is hartstikke leuk natuurlijk. En ik dacht gewoon voor mezelf, ja, ik voel mezelf ook een verhalenverteller in de muziek. Ik maak ook niet oppervlakkige liedjes, zeg maar er zit vaak wel echt een boodschap in. En dat is ook een van de dingen waarmee ik me kon identificeren. En is er ook een bepaald instrument wat je hebt leren kennen, wat er voor jou echt uitspringt? Ja, de kora, dat is een harpinstrument. Dat is voor mij eigenlijk het ultieme West-Afrika-instrument. En dat vind ik waanzinnig mooi, heel magisch. Oké, is dat ook het instrument waarvan je een stukje had meegegeven aan ons? Ja, klopt. Oh, dan kunnen we dat even gaan luisteren. Misschien. Oké. Thank you.
Is dit ook echt een Afrikaans fragment? Ja, dit is vrij traditioneel inderdaad. Wat het klinkt ook wordt. Heel erg als oude muziek, zeg ja, maar. Ja, is het ook. En dan word ik altijd met heel veel bezieling gespeeld. Ja, het is heel bijzonder ook om er echt bij te zijn, om het soort van te voelen als het ware. Ja. Ja. Ja, maar de klank klinkt ook heel erg als een beetje oude middeleeuwse muziek uit onze eigen cultuur. Klopt, ja. Echt ongelooflijk. Ja. Ja, ja het is ook een beetje net als de luid, weet je, ja, die wij hier hadden. Ja, dat klopt. En het is, ja, onze luid is op een gegeven moment een beetje verdwenen, maar is daar nog steeds heel erg van nu. Dus dat vind ik ook zo bijzonder, dat ook de jongere generatie nog heel veel kora spelen en ook alle oude liedjes ook nog kennen. Dus, ja. Zit dat ook verwerkt in je album, het instrument zelf? Ja, zeker. Ik heb een aantal fragmenten waar ik het echt soort van apart laat horen. Ik heb geen liedjes waar ik en kora en zang heb vermengd. Heb ik wel geprobeerd, maar ik vond het zo mooi. En ik wilde eigenlijk instrument eren dat ik dacht van nee, die verdient een plaats alleen. En, maar heb je er dan één gekocht daar? Of had je dat al? Ik heb wel eentje daar laten maken. Ik kan hem nog steeds niet bespelen. Oh. Maar hij staat wel heel mooi, ook ter herinnering. En soms probeer ik het weer even en denk oh ja, het is ook veel te moeilijk. Ik ben daar heel blij mee. Misschien kunnen we een stukje horen van jouw album, waarin je ook die verschillende invloeden ja, is goed. Hoort. Daar kom je niet onderuit. Nee. Dat is wel duidelijk. Ja. En dit liedje wat je nu hebt gespeeld, kan je daar iets over vertellen? Waar gaat het over? Hoe kwam je over op dit liedje? Wat we nu hebben geluisterd? Nee, de song van Ja, oké. Okay. Ja. Ja, Growing Older is een liedje wat gaat over vriendschap. Het gaat ook over mij die aan het reizen is. Ik voel me altijd een reiziger en en vaak door het reizen merk je dat je heel veel leert, zeker als je alleen bent. Want je hoeft nooit compromissen te sluiten, je kan precies doen wat je zelf wil. Maar anderzijds kom je jezelf ook tegen, omdat het soms heel eenzaam is of lastig. Of je weet niet wat je moet doen of waar je naartoe wil. En daardoor heeft het me eigenlijk doen beseffen dat als je vrienden hebt en bij elkaar bent, dat je elkaar heel erg kunt bemoedigen en kunt steunen in soms hele kleine dingen. En soms alleen al de gedachte dat iemand naast je staat, kan al voldoende zijn om soms het verdriet wat je hebt of de dingen die je lastig vindt in het leven, om even te vergeten. Mooi. Ja. Heel mooi. Nou, ik hoop dat mensen ervan genieten. Ja. En ik wil jou heel erg bedanken dat je er vandaag was. Graag gedaan.